Yo, bedankt, ik ben Renske en welkom bij deze nieuwe video van GTA 5 Online. En vandaag hebben we weer wat nieuwe races van de Cunning Sense update. En ditmaal gaan we beginnen met motorraces in de nacht. Nou, ik zie geen flikker, dus dat is niet bepaald handig. En ik heb trouwens standaard voertuigen aangezet, dus nu kan ik die nieuwe motor gebruiken. Je ziet hem vrijwel niet meer als het donker is, maar dit is in ieder geval een nieuwe motor. En wanneer gaat de race beginnen? Lol, player left. Player's left. Oké, okay, iedereen heeft, I don't know. Let's go! Hoppakee! Het ziet er zo raar uit. De mensen stappen dan gewoon van de motor af. Oké, okay, het is een beetje irritant dat het nacht is. Ik weet niet of ik eruit kon zijn. Volgens mij niet. Volgens mij was de race, of de titel van deze race, was ook iets van Night Riders. Er reed iemand de baan af. Oh nee, 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 nee. Nee! What are you doing? Ik weet niet of deze motor snel is. Ik heb geen flauw idee. Ik heb hem al gewoon gepakt. Waar moet ik heen? We moeten rechtsaf. Dit is zo irritant. Je ziet zo weinig. Ik rijd tweede. Let's go. Woo! Volgens mij is het een motor waar je niet echt vanaf kan vallen. Dat idee heb ik. Ik weet niet. Hij lijkt niet heel erg snel. Ik word van alle kanten ingehaald. Oké. Okay. Ik weet niet. Wheelies helpen altijd. Oh! Oh shit! Ik deed een wheelie terwijl ik een ramp op reed. Dat moet je niet proberen in het echt. Dat lijkt me niet zo'n strak plan. Oké. Okay. We lopen in op die gozer die voor ons rijdt. We rijden naar de tweede. Die gozer voor ons dus eerste. We moeten hem inhalen, jongens. Ik heb geen idee of deze baan lang is. Ik weet ook niet of het een lap race is. Of dat het een sprint race is. Ik heb geen flauw idee. De komende paar playlists zal ik allemaal races doen die ik nog nooit heb gespeeld. Dus ik wil gewoon al de races doen van de Cunning Sense update. En wanneer ik die allemaal heb gedaan, dan gaan we daarna weer gewoon de races spelen. En vanaf 2 augustus volgens mij kunnen mensen ook zelf Cunning Sense races maken. Dus dan gaan we die doen. Maar eerst de Rockstar Created Races. Oh, no, ik ga zo snel. Ik ga zo snel als de wind. Oh mijn god. Ik weet niet of de wind heel snel gaat. Het ligt maar net aan hoe hard het waait. Oh god. Oh, fucking hell. Dat zag er ziek uit. Oh my god. En we gaan eerst. We gaan eerst. Let's go. Dat was sick. We gingen onder een gebouw door. Holy fuck. Ik was zo bang dat ik mijn hoofd zou stoten. En mijn nek zou breken. Oh god! Niet vallen, niet breken. Oh, ik zweer het, joh. Normaal gezien dan val je altijd van je motor af. Ik weet niet of dat veranderd is. Maar ik kan me nog altijd wel herinneren. Oeh, dat ding was close. Bijna. Het scheelde weinig. Het is echt nek aan nek hier met z'n tweeën, joh. Het is echt nek aan nek. En Ketchup staat aan, dus de hele groep kan in principe inlopen. Het is niet zo dat wij gewoon lekker uit kunnen lopen ofzo. Wij hebben nou een penalty dat we niet zo snel kunnen rijden. Dus dan moeten andere mensen wel kunnen profiteren. Oh shit. Dit is, was dit lap 2 trouwens? Ja, dit is lap 2. Oké, mooi. En... Oh, die lampen. Die lampen. Nee! Nee! Oh, gelukkig zit ik nu op de baan. Dat was fucked up. Dat was fucked up. Het is allemaal zo smal. Dat is serieus eng om te doen. Deze baan. Oké, okay, nou moeten we wel snel zijn. Want die gozer krijgt nou een dikke voorsprong. Hier gaan we gewoon weer een video doen. Dat werkte net ook. Dat ziet er zo sick uit. Oh fuck. Oh god. Ik vloog bijna van de baan af. Ik ging bijna een salto doen. Omdat ik zo achterover ging. Je moet echt wheelies blijven doen. Dat is het probleem aan motorraces. Daarom deed ik ze nooit. Want als je wheelies doet, ga je sneller. Dus je zou eigenlijk continu wheelies moeten doen. Maar dat is juist niet leuk. Dat leidt veel te veel af. En we lopen enorm in op deze gozer. Dus we gaan goed bezig. We moeten echt niet de baan afrijden. Als we de baan afrijden, dan is het verdoemd. En iemand lief. Come on. Waarom lief jij hier niet? Oh, zo dichtbij. Come on, ik heb slipstream. Come on. Ja. Oh my god. Hij neemt de binnenbocht. Nee, 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 niet vallen, niet vallen. Oh! Wat deed hij? Stak hij zijn middelvinger op? Son of a bitch! Rijd de baan af. Oh, jammer. Hij reed de baan niet af. Come on! Sneller! Fucking hell. Ik weet dat hier ergens de finish moet zijn. Dat moet gewoon. Waar is die? Niet vallen, niet nek breken. Goed zo. Hier moet het zijn, joh. Het kan nooit ver weg zijn. Die gozer achteraan, die is gecrashed! Die gozer is gecrashed! Yes! Come on, jongens! Yes, hier is de finish, hier is de finish. Come on, come on, come on. Onze laatste eindsprint. Come on, Willy! Voor de finish, voor de win!
Yes! Come on! We hebben gewonnen! Onze eerste motorrace van de Cunningstones update met de gloednieuwe motor. Nou, ik heb het idee dat je hier niet vanaf kan vallen. Ik weet niet of dat bewust is gedaan bij deze Cunningstones races, omdat je best wel hoge ramps hebt en zo. Maar het valt me gewoon op dat je bij deze motor in ieder geval niet eraf valt. Maar het kan dus zijn dat er bij elke motor bij deze races het geval is. Als je het kan volgen wat ik zeg. In ieder geval, we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. We doen in totaal 3 races zoals altijd. En ik ben benieuwd wat de volgende 2 races gaan brengen. We hebben nog steeds geen rally race gehad. Dus misschien dat we die zo meteen gaan krijgen. We zullen het zien. Tot zo. Voor deze volgende race gaan we kiezen voor de nieuwe BF400. Maar als je naar de stads kijkt, is deze dus beter die we net hadden. Maar gewoon omdat het kan, gaan we nou voor deze motor. En het ziet er best wel fancy uit. Ik had eigenlijk een andere suit moeten pakken. Dat past niet echt. Dat matcht niet bij mijn motor. Maar ja, we doen het ermee. Ik heb deze motor nog nooit eerder gebruikt. Of in ieder geval niet in races. Dus ik ben benieuwd. En waarom heb ik een roze helm? Wat? Oké, fuck it. We gaan kijken of we hier in ieder geval mee kunnen winnen. Het is dus niet de snelste motor. Maar is dat nodig is de vraag. Ik heb geen idee. 2-1. Let's go! Ik krijg trouwens nog regelmatig vragen hoe je die boost kan krijgen. En die boost kan krijgen door gewoon op het perfecte moment gas te geven. Dus dat is wat je moet doen. En iedereen haalt mij in. Links en rechts. Oh, nevermind. Ik vlieg hier even bij. Woo! Oh, fucking hell. Ik kon er niet doorheen. Het was fucking dicht. Deze race ziet er fucking sick uit. Holy shit. Oh my god. Deze race ziet er echt sick uit. En we moeten een beetje afstand opbouwen van de rest. En we hebben hier een ramp. Woo! Oh, no. Geen looping. Of geen looping, geen salto moet ik zeggen. Dat is geen looping. Volgens mij gaat dat niet goed komen. Ik weet zeker dat ik dan gewoon van de baan afvlieg. En dat risico wil ik niet nemen. Als ik dan mijn nek zou breken, yo. Oh, dat zou pijn doen. Oké, come on. Dit is de top 3, boys. Oh, nee. Kut. Dit is zo flauw. No way. Ik dacht dat ik naar een andere baan zou vallen, op zijn minst nog. Maar nee. Dat is gewoon niks. Dat is gewoon een trap. It's a trap. Hier kun je wel naar beneden rijden. Dat was zo lelijk, yo. Ik ben benieuwd of ik nog terug kan komen in de race. Niet als ik zo rij. Come on. We staan laatste. Oh, dat was echt zo fucked up. Dit is echt zo lelijk. Ik zie in ieder geval de hele groep weer, dus we kunnen weer terugkomen. Dit is nog steeds dezelfde lap. Dus dat is heel erg goed nieuws. Oeh, als ik daar weer mijn nek zou breken, zou het lelijk zijn. Maar dit is nog steeds dezelfde lap. Ik weet ook niet of het trouwens een sprintrace of een lap race. Het is een lap race, dus we hebben nog meer dan genoeg tijd. 46 checkpoints in totaal. Die gozer haalt mij gewoon even in. Oh, Jezus Christus. Dat was zo fucking lelijk. Ik stond gewoon eerste of zo. Eerste of tweede. En ik raak dat ding. En ik ben verdoemd. Oh, fucking hell. Ik ga super snel. Holy shit. Ik vind hem wel een super vette motor om te hebben, maar hij is gewoon niet snel. Dus waarom zou je hem gebruiken? Ik gebruik hem nou alleen maar even voor de lol. Maar het is niet de bedoeling om deze motor te kopen en daadwerkelijk in races te gebruiken. Want die andere motor is sneller. En volgens mij is de Bati alsnog nog sneller, zeg maar. Dit is ook meer een Dakar motor dan een race motor. Come on. Oh, we staan achter. Yay! Meer mensen zijn verongelukt. Yay! Dat is heel slecht om te zeggen. Oké, come on. Come on. We lopen in. Een beetje wheelies trekken. Want dat werkt. Come on! Ik wil minstens 6e worden. Nee, ik ben fucking verdoemd. En ik mis de checkpoint. Oh my god. Oh my god. Ik heb het meeste ongeluk waar je kan. En ik sta weer 12e. No way. Ik heb echt alleen maar ongeluk nou ineens. Dit is zo flauw. Ik vloog gewoon de baan af. Kan alleen mij gebeuren, hè. Kan alleen mij overkomen. 12e. Volgens mij zijn er in totaal 12 mensen. Oh, als ik daar mijn hoofd weer zou stoten. Ik kan net zo goed opgeven, jongens. Ik heb de hoop stiekem al opgegeven. Ik zie ook niemand meer rijden. Hier was het volgens mij dat ik net naar beneden viel, toch? Ja, dat was het. Dat is zo triest, yo. Dat was... Ja, dat was triest. Ik wou eigenlijk dan een keer naar beneden rijden, maar fuck it. Ik wil op zijn minst geen laatste eindigen. Kijken of dat mogelijk is. Ik weet niet hoeveel mensen er mee doen. 12 of 13. Maar
Waarschijnlijk word ik laatste. Ah, oh, jongen, dit doet zo pijn. Dit doet zo fucking pijn. Als ik maar geen DNF krijg, dan is dat prima. En ik krijg het gewoon weer voor elkaar. Ik raak letterlijk alles. Ik ga te snel. Ik vlieg de baan af. Ik vlieg tegen dingen aan die boven de baan hangen. Onvoorstelbaar. Gelukkig hebben we de vorige race gewonnen. Dus we kunnen wel wat punten verliezen. Maar 0 punten is behoorlijk weinig. En ik krijg 0 punten. Dit is zo fucked up. Dit is zo fucked up. God. Oké. Okay. Nou ja. We rijden tenminste nog even de race uit. We hebben 26 seconden. Anders krijgen we DNF. Gaat dat lukken? Ik heb geen idee. Oké, hier is de finish. Dus dat gaat wel lukken. Tering zeg. Dit is echt onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Jongens, ik zet juist $1000 op mezelf in. Want deze race die we nu gaan doen wordt heel erg belangrijk. Momenteel staan er 3 mensen enorm dicht bij elkaar in de top 3 qua punten. En dat is volgens mij 18, 17 en 16. En ik heb 16 punten. Dus het is heel erg belangrijk hoe dit nou gaat eindigen. Dus dit moeten wij winnen, hoe dan ook. Dus gaat dat gebeuren? Hopelijk dat we dit keer wat meer geluk hebben dan hiervoor. Want dat is bullshit. Ik blijf het zeggen. En iemand staat stil. Oh, en jij crasht. Oké, come on, come on. Come on. Ga je mij proberen af te snijden? Oh, daar krijg je ervan, butch. Ah, nee. Nee. Blijf gewoon allemaal recht vooruit draaien. Is het zo moeilijk? Is het zo moeilijk? Fuck you, guys. Ik ga ervan horen. Waarschijnlijk komt er nou iemand. Sam, jij bent een lul. Echt. Sam, je bent een lul. Come on. Zolang het een keertje omdraaien is, is het niet erg. Als je maar nergens heel hard naar beneden dieft. En hier zag je daar, Sam kreeg al karma. Sam werd zelf aan de kant geduwd. Dan krijg je ervan, bitch. Oké, come on. Dit gaat fucked up. En ik ben level up. Yay! Fantastisch. Ik heb geen idee welk level ik ben. Heb ik al niet meer bijgehouden sinds level 200. En dan krijg je ervan, bitch. Ha! Lekker voor je. Oh, wie was dat? Die ga ik nou kicken. Oh, wacht. Dit is de laatste race. De laatste race van deze playlist. Dus ik hoef hem niet te kicken. Oh god, zie ze van. Oh my god. Oh, dat is sick. Oh, dat was awesome. Deze race is sick. Maar deze mensen zijn mental. Echt, er zitten heel veel klootzakken bij. Dat is jammer, want dat heb je niet in de hand. Maar ja, er zijn altijd een paar van die rotte appels bij. Kun je niks tegen doen. Wij blijven niet verdorren. Holy shit, die baan ziet er fucking dope uit, man. Maar ze kunnen mij continu bij blijven houden. Vanwege die slipstream, dus. Dus het blijft altijd spannend. Dat is aan de ene kant goed natuurlijk. Aan de andere kant soms een beetje frustrerend. Maar hey, we willen een leuke race. We willen actie. Ik kan hier eigenlijk best wel salto's doen, maar... Fuck it. En die gozer... Ah! Oh, die krijgt je kant op de reling. Dit is zo vet! Deze race is zo sick! Hoe verder ik in de playlist kom, hoe verder de races worden. Echt waar. En wat ik bedoel met playlist is niet van deze video, maar gewoon de complete playlist van al deze races van de Cunningstones update. Carporn. Soort van. Ja, iedereen rijdt over elkaar heen. Shit. Oké. Dit is zo fucking mooi gemaakt. Als je dit ziet, yo. Wat kunnen mensen hiermee doen? Echt waar. Mensen zijn geniaal. Als je kijkt naar de races die mensen konden maken. Hiermee kun je zoveel vette shit. Oh, ik wist het! Ik wist het! Ik heb altijd die timing! Ik wist het gewoon dat dat ging gebeuren. Oké, maakt niet uit. We rijden steeds eerste. Ik weet niet of je dat dan... Of jullie dan hetzelfde hebben, maar dan voel je gewoon dat dat fout moet gaan. Dan voel je gewoon van binnen. Je denkt, dit gaat precies op het verkeerde moment. En, jop. Dat was precies wat er gebeurde. Ik ben bang dat ik hier die reling raak. Dus ik rem heel erg veel af. En als je die reling raakt, die blijft erin hangen, dan ben je gewoon fucked. Dan sta je helemaal stil. En ja, dan ben je gewoon verdoemd. Dan is er geen hoop meer. Oh. Ik moet zeggen, de race is heel erg vet, maar het ziet er een beetje saai uit. Omdat, ja, je ziet eigenlijk alleen maar de track. En omdat je zo hoog rijdt. Ja, er is eigenlijk niet echt iets om naar te kijken. Behalve hier dan, dat je die enorm grote berg ziet. Dat ziet er sick uit. Maar dat is eigenlijk het enige. Come on. Is dat een hele lelijke... Oh. Hier kun je zo hard crashen als je niet aan het opletten bent. Als je zo achter je kijkt zo... En dan bam! En die... Oh, hier is de finish! Hier is... Yes! Boys! We hebben zojuist
De tweede race gewonnen. De tweede van de totale drie races. Dat is belangrijk. Dat zijn 15 punten voor mij. Wat is de eindeslag van deze playlist? Ik heb geen races leuk. Ik reed de hele tijd eigenlijk vrij ver vooraan. Is soms een beetje saai, maar ja, het bleef wel spannend, jongen. Het bleef spannend. Die mensen waren toch niet al te ver weg. Dus er kon van alles gebeuren. Als ik één keer crashte, was ik een night geweest. En ik heb net die betting... Die heb ik niet ingezet. Are you kidding me? Ik had 1000 euro op mezelf ingezet. Daar heb ik niet op geklikt. Ik heb hem niet bevestigd. Fuck. Trommelgeroffel, jongens. Wat is de eindslag geworden van de playlist? Het kan nooit veel schelen. Come on. Come on. En... Yes, ik heb gewonnen. Holy shit. Oh, dat is zo mooi. Ik zat één race gewoon eigenlijk zo goed als DNF wordt. Gewoon één puntje verdiend. Het was net geen DNF, dat scheelt. Maar 31 punten, we hebben gewonnen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie genoten hebben van deze video, laat alsjeblieft een like achter. Laten we proberen om deze video 2000 likes te halen. Ik bedoel, hey, dat moet makkelijk mogelijk zijn. De laatste tijd zijn de likes best aan de lage kant. Laten we proberen, ik hoop het. Hopelijk zie ik jullie in ieder geval morgen terug bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houden we. Het is de andere auto, daar kon ik niet tegen doen. Oh, ik heb dat gered.